uit Manemar. Nou, Tom, hoe voel je je? Helemaal slecht. Oh, kijk eens. Zo. Mijn hele ogen rood. Hè? Nee, yes. Ik voel me echt heel goed. Ja. Drie uur, super tof dat jij weer hebt geklikt op deze vlog. Dankjewel, weer een viewer extra erbij. Ik ga vandaag met Twan naar de kermis toe en nog twee boxen ophalen. Maar dat doe ik voor mij en voor Twan. Doe ik een beetje expres open, maar Twan elke keer de terminals voor mij maakt. En ik verdien hier ook niet zo heel veel aan, dus daarom vind ik het ook wel leuk. Onver, maar ook zo'n boxen gaan dus voordat mensen weer in de reacties gaan zitten. Nou, dat ik inderdaad te veel boxen haal, dat klopt. Ik haal te veel boxen. Maar dat doe ik puur voor de content, zodat de vlogs ja, leuk blijft. En ik zie ook aan de analytics, dus de weergave, of in ieder geval de gegevens, dat de vlogs in ieder geval ook beter worden bekeken. Ja, het RPM is wel weer wat lager. Ik weet ook zelf niet hoe dat komt, maar hey, ik blijf alsnog dagelijks vloggen. En we zien wel wat er op het pad terecht komt, maar ik wil jullie alsnog attenderen dat Twan ook een YouTube kanaal heeft, dus abonneer op hem kanaal. Hij wil in de toekomst dat hij ook weer bezig gaat met YouTube, of in ieder geval in die sectie, dus dan wees er op paraat. Ik heb hem ook helemaal omgekleed en alles en het is gewoon een beetje mijn vermaken voor vandaag. Ik ga wel trouwens nog even wat uit de vriezer halen. Want ik had voor vandaag een beetje gedacht, zal ik patat eten of niet? Maar uiteindelijk ga ik geen patat eten. Nee, want ik heb als het goed is, heb ik hier, en misschien kom ik daar heel erg laat mee, heb ik nog curry madras van de Albert Heijn. Dat heb ik dus ingevroren, die ga ik nu uithalen. En normale mensen zouden het dag van tevoren of avond van tevoren uithalen. Ik doe het nu. Dan is hier 10 uurtje of 4, hoop ik, dat hij ontdooid is en anders eventjes in warm water. Dan ga ik de boel weer terugzetten hier. Kijk hoor, de wasserflats. Nou zo, die is ook weer dicht. Dus ik ga me wat voor, eigenlijk is het tot 6 uur is helemaal niks. Eigenlijk niet, nee, komt ook een beetje op neer. En vanaf de avonduren begint het ook leuker te worden. Ik ga trouwens nog steeds even mijn camera opladen, puur voor de zekerheid, want ik heb hem volgens mij nog steeds niet opgeladen. Heb ik hem überhaupt nog wel in de tas zitten? Ja, hier. Dan ga ik hem zo nog even aan opladen doen. Ga ik deze camera verschonen, dus heel veel beelden verwijderen tot aan, denk ik, vandaag, gisteren. Zodat Twan en ik vanavond gewoon kunnen filmen. Want Twan hier gebruikt dan mijn camera. Dus dan zie je dus zijn stukjes van de vlog voor mij en uiteraard mijn beelden. Ik zeg geniet van deze vlog. Dus de mensen, ik film nu even met mijn andere camera als bewijs dat ik ook echt doe. Hier, dit is de normale camera waar ik ook mee film. Deze camera houdt Twan vanavond bij zich en boven camera houd ik bij zich. Zo, ik kom even niet uit mijn woorden, dus excuses daarvoor. Het is inderdaad een beetje een rustige dag. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat deze camera ook kwaliteit ook wel goed is. Alleen de camera van, dat was mijn eigen hoofdcamera, die is qua kwaliteit nog net iets beter. Maar ik ga alsnog zeg maar een beetje proberen om te knippen en te plakken, zodat het zeg maar één geheel wordt. Dat van met zijn, met mijn camera dus eigenlijk filmen, dat ik met mijn eigen camera film. En dan, en jullie snappen vast wel wat ik bedoel. En ik ga nog even lekker iets doen voor mezelf voor vanmiddag. En dan zie ik jullie als ik in Zwolle ben met Twan samen. Nou, maar jullie filmen niet eens. Echt wel. Nee, echt? Ja, ik wel. Oh, je komt wel echt. Nou, we gaan dus in het afmaken, althans ik, maar Twan die durft dus niet. Ik vind het saai. Hoezo dan? Omdat jij ook saai bent en jij gaat hierin. Ja, maar we gaan er nu. Ik ga in ieder geval erin. Ja? En deze jongen achter de camera die gaat niet filmen. Die gaat wel filmen. Nee. Jawel. Ja, kijk,
gefilmd. Ja, allemaal alsof ik erin zit. Ja, alsof je, jij, alsof we kunnen zien dat jij erin zit. Jawel, man. Dat zag ik al van de foto. Dat kan je helemaal niet zien. Jawel. Hier, toch? Oh. Hallo. Nou, ik ga erin. Jo. Ja, doei. Ja, ga er maar. Niet eruit vallen, hè? Ben je er klaar voor? Nee? Ja. Niet eruit vallen, hè? Oh, Vera bel mij. Oh. Maar ja, maar dat weet je al. Nou, Nou, Tom, hoe voel je je? Helemaal slecht. Oh, kijk zo. Mijn hele ogen rood. Nee, yes. Ik voel me echt heel duidelijk. Waarom doet hij niet? Hi! Oh, ik had echt nog geen kop. Ja. Maar het was net op een mailtje over net niet. Net niet, hè? Nee. Nou, joep. Van. Wat filmen we? Hallo. Hallo. Ik maak die lens kapot alles. Dan mag je €750 betalen. Ja, die lens kost niet zoveel. Nee, maar de camera wel. Als ik alleen de lens kapot maak, dan hoef ik niet de hele camera te betalen. Maar tot de volgende keer. Nee, Twan. Er is hier niks meer te doen. Nou, dat valt een reuze mee. Maar ja, het is wel een beetje klein hier. Oh. Weet je wat ook klein is? Ja, nu op. Nee, die voor jou. Nou, ik weet niet hoor. Alleen grote voeten. Nou. Maar doe maar uit. Nee. Uit. Nee. Uit. Nee. Luisteren. Nee. Luisteren. Oké. Oké. Okay. Ik ben nu al op het station hier in Kampen-Zuid. Ik ga nu zo naar mijn appartement toe. Het was een geslaagde avond, ondanks dat het niet zo heel veel was. Ik heb niet veel beeld kunnen maken. Omdat er ook niet zo heel veel te doen was op de kermis. Maar dat maakt voor de rest niet uit. Ik ga nu daar naartoe, naar mijn appartement, dus ik zie jullie daar weer. Inmiddels in mijn appartement.
Ik ga zo even de, want ik heb voor vandaag heb ik een Too Good To Go opgehaald in Zwolle. Uiteraard bij de Albert Heijn. Hiervan inderdaad de Too Good To Go. En dan ga ik wat er wel bekende plek neerzetten en dan ga ik voor jullie unboxen. En dan moet ik ze direct eigenlijk in de koeling doen, want ik zit al een beetje in de dervingfase. De producten binnen die in de koelkast moeten in, want ik heb ze al langer dan 2 uur uit de koeling. Ik heb ze om 7 uur opgehaald, het is nu 11:30, dus producten, deze producten kunnen nog opgegeten worden uiteraard. Als het zuiver was, sowieso niet. Maar gelukkig zitten er geen zuivelproducten binnen, dus dat is mooi. Dus ik ga ze nu eventjes unboxen. Ik zie dat de camera weer goed staat, want dat was gisteren een ander verhaal. Ik heb nog wel gewoon mijn jas aan, maar dat is niet uit. We gaan ook direct unboxen. Ik heb hier de tonijnsalade. Ja, die staat een beetje bol. Die moet ik er wel vanavond even opeten. Dan heb ik hier nog een vegetarische smoky beef groentewrap. Dus heb ik per direct in de koeling. En dan heb ik een Albert Heijn oatmeal cookie. En de normale prijs is €1,80. Dan heb ik nog een gluten apple pie vegan. Of veggie. Niet vegan, maar veggie. Nou. Op zich is wel prima. Ook weer in de koeling. Ja, ik moet echt alles in de koeling zetten. En dan heb ik hier nog een donut. Ook inderdaad van Appie. Ook, ja, ik vind het zelf ook hartstikke lekker. Dan heb ik dus nog een koekje. Maar dit is de triple chocolate van America's Cookies. Dan heb ik nog een broodje pittige kip. En dan heb ik nog in de aanbieding een broodje gezond. Nou, deze alle twee producten gaan dus in de koeling. Hatsenflats. En deze dus ook. Hatsenflats. En dan kunnen ze lekker erin blijven. Zo, ik moet even mijn camera even goed neerzetten. Zo. En nou, dat is ook wel hartstikke top. Ik heb inmiddels de cake die jullie gisteren online zagen, heb ik dus ook al bijna opgegeten. Dus echt een aanrader om dus een, hoe heet die cake ook weer, een marmer cake aan te schaffen. Het is echt lekker. Je betaalt er wel €4 voor, maar hij is zekerste weten de €4 waard. En alles dingen wat ik nu hier nu zeg is voor nu nog hashtag no ads. Ik ga dus morgen naar de winkelmanager hier in Kampen bij de Albert Heijn. Ga ik samen in bespreking of ik dus eventueel een samenwerking aan kan gaan. Omdat ik daarnaast vaak de producten laat zien van Albert Heijn. De flossen worden gewoon echt beter bekeken. Dus dat is ook super fijn. Dat zie ik ook in mijn geschatte inkomsten elke keer. Dus dat is ook hartstikke fijn om te zien. En ook de reacties te zien. En de giveaway komt ook binnenkort online. Ik weet nog steeds niet zeker wanneer. Ik ben dan nog steeds een beetje aan het overleggen van hoe en wat. Ja, en nogmaals excuses dat ik had me een hele andere dag op voorgesteld vandaag. Ook in verband met de kermis in Zwolle. Het was semi-leuk. Als ik een cijfer mocht geven, zou ik zelf 6,5 geven. Maar dat is op basis van wat ik zie. En ook qua prijsverhouding. Ja, ze zeiden, het varieert tussen de 2 en de €4,50. Nou, de meeste attracties waren ook al €4, dus voor een keer is het uiteraard leuk. Ik heb wel voor vandaag daar wel bijna €50 aan uitgegeven. Maar dan heb ik ook wel een beetje betaald voor Twan en ook voor iemand anders die meeging. Maar dat was dus dat meisje die jullie zagen. Ik ben weer terug. Maar dan wil ik uiteraard jullie kijkers weer bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Vergeet niet een ding naar boven te vinden. Mijn kanaal te abonneren hier beneden. En hopelijk zie ik jullie morgen om 3 uur in de middag gewoon weer terug bij een nieuwe vlog. En zoals altijd, laters!